Ik al loin. Was een plotje jong. Schoft, met een groep Spanische mannen en een appelgarten. Dag voor dag deed we ruitmeten voor de arend, voor appelplekken, om de bijen wonen en zo verschillende dingen meer. De mannen die ik met stop schoven deed, waren mannen wat jeder dag Samarius, op middag, nu middag, er marihuana nemen, er drugs nemen en vangen aan te schmieten. En ze gaven mij die. Ze bouwden mij die aan. Dag voor dag. 15, hekste, 16 jaar waar ik weer. Wat kon je eigenlijk zijn? Ik had niemand geproefd. Ik zat in een krans. En door de genoot Gottes had ik het niemand geproefd. Ik zei me één ding zeker. Wanneer ik weer voor God zijn genoot, word ik dus een man geweest. Wanneer ik weer voor de gebeden van mijn mama, vielleicht van mijn grootmama, dan word ik niet gaan waren staan. Und ich kann von dir sagen, durch die Genot Gottes habe ich keinmal geprüft. Nicht wegen mir, aber wegen Gottes Genot. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 10 sagt Paulus, durch Gottes Genot sehe ich, was ich sehe. Und das muss ich von dir sagen. Ich kann sagen, dass Gott hat mich über die Drogen, rückgerät, euch zu bannen wir. So viele Menschen, Maten deuten en volg en God raad het eruit. God raad mij eruit, ojek du ben weer. Dat we zien in je nood en de gebeden van mijn mama, vielleicht grootmama. Dat zijn mij zeer zeker. Ik ken die leven niet. Ik weet niet waar die ben best, waar die ben je was best, wer die best, met wat die kam van des, wat die je voor is. Ik ken niks van die leven. Maar ik ken een ding. Ik ken God zien in je nood. En als God zien in je nood, groot je niet weer te mij raden, dan is de groot je niet te mij raden. Te mij eruit nemen. Sag mal die Mutter sprechen. Dreh dich nur Gott, wenn du ihn noch nicht hast. Und Gott seine Genot ist du für dich. Mit seinen Leib, heute wird er dich tragen. Und durch seine Genot, wirst du dich was Grautes sein. Denn seine Rektüre, denn seine Unverherrlichen. Gottes Segen.